Mentor is een dochteronderneming van de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson. Bij Mentor in Leiden worden borstimplantaten gemaakt die over de hele wereld worden verspreid. De werksfeer binnen Mentor is leuk, gezellig. Gezellig team, de werksfeer is goed. Veel verschillende mensen, verschillende achtergronden. Elk implantaat moet voldoen aan hoge standaarden. Als operator bij Mentor ben jij verantwoordelijk voor het vullen, sealen, texturen en verpakken van de borstimplantaten. Ik vind het leuke aan mijn functie dat ik kan in het teamwork werken met leuke collega's, diverse mensen. En dat wij maken zo mooie producten waar wij kunnen heel veel mensen blij van maken. Een baan waarbij nauwkeurigheid en stressbestendigheid van groot belang is. Op die manier draag jij bij aan een mooi product met hoge kwaliteitseisen. Mensen zijn heel behulpzaam en vriendelijk. Ik ga elke dag met plezier naar werk. Nou, als ik een willekeurige dag pak, zeg een ochtenddienst, dan ben ik hier tussen 6 en 6:15 in de ochtend. En dan is het natuurlijk tijd voor een bakje koffie, collega's groeten. De voordelen om te werken via Randstad zijn dat alles wordt op tijd geregeld, salaris wordt op tijd betaald. En als er iets is, kan ik altijd contact opnemen met Gideon. Het contact met de mensen die via Randstad werken is persoonlijk, warm en vooral vriendelijk. Als mensen wat van je willen weten, dan sta je altijd voor ze klaar. Telefoon, mail, we zijn altijd bereikbaar en we zijn ook op de locatie zelf aanwezig. Ik ben bij Mentor begonnen via Randstad, bijna 10 jaar geleden. En dan ben ik als operator gestart. Inmiddels doorgegroeid tot supervisor. Nou, als supervisor doe ik heel veel verschillende dingen. Van mijn operators coachen of begeleiden tot vergaderingen, meetings. Ik ben natuurlijk eindverantwoordelijke voor de afdeling. Ja, dat soort dingen. Het is heel variërend. Het toekomstperspectief bij Mentor is dat het de eerste stap is in jouw carrière. Je kan eigenlijk best wel alle kanten doorontwikkelen. En als je je eigen carrière echt serieus neemt, dan is dit de eerste stap daarin.